En het eerste lied dat we gaan zingen is Kom, volk van de verrezen Heer. Dat is het eerste lied van de avond. Misschien is het wel mooi om dat lied even staande te zingen. Dan kun je met volle borst het lied meezingen. Thank you.
Zo is de rijkdom van zijn trouw. En aan u, o macht, alle heerlijkheid en kracht. En aan u is de eer en de lof, want u regeert. En aan u, o macht, alle heerlijkheid en kracht. En aan u is de eer en de lof, want u bij deze hartelijk welkom dat jullie er allemaal zijn. En ook voor de mensen achterin de zaal die niet zoveel kunnen zien. Maar ik hoop dat jullie ook helemaal daarginds achterin lachen. Hey, nou ja, ik zie jullie wel en jullie zien mij misschien ook wel. Maar dat gaat niet om. Ik hoop dat jullie ook daar het heel goed hebben. En hier zijn ze zo lief. Straks na de pauze dan komen jullie hier lekker vooraan zitten. En dan gaan zij achteraan zitten. Komt helemaal goed. Echt waar. Zo zijn ze hier bij jij daar. Hoop ik, voor jullie ook. Goed, niet alleen jullie van harte welkom, ook, hey, waar ben je nou? Christian, hij is even weg, maar Chris, fijn dat je er bent. Heerlijk dat je ons vanavond begeleidt en ook wat liederen hoopt te gaan zingen. En degene, ik weet niet welke camera op mijn snuffert gericht staat. Ja, daar heb ik geen idee van. Jij? Oké. Nou, voor iedereen die meekijkt en nu in de huiskamer de opname hebt aanstaan en tijdens het strijken heerlijk aan het meezingen is, fijn dat je dat doet. En trek je man er ook bij, want ik gok dat het de vrouw is die strijkt. Tenminste, bij ons thuis is dat wel zo. Fijn dat je ook op deze manier betrokken bent en meeleeft en meegeniet, hoop ik. Goed. Om het spits ook met de Bijbel af te bijten, wil ik met jullie het Bijbelgedeelte lezen waar het thema eigenlijk van vanavond een beetje uit onttrokken is, uitgehaald is. Het thema van vandaag is Zie het Lam van God. En we gaan heel veel liederen zingen. Het is natuurlijk een heel Bijbels thema en een heel breed thema ook wel. Maar we hebben een beetje gezocht om wat liederen en teksten te zoeken die daar verwantschap mee hebben. En de eerste is Johannes 1. En daar gaat het over Johannes de Doper. Er zijn wat gezanten van de Farizeeën naar Johannes toegestuurd. Van Johannes, ja, ik weet niet wat jij aan het doen bent daar, maar wat ben je aan het doen? Je ziet er raar uit en je hebt een bijzondere boodschap. Ben jij nou de Messias of hoe zit dat nou? En dan zegt Johannes, nee, ik ben het niet. Maar er komt er eentje na mij, die is het wel. En die is zo machtig en zo heerlijk. Ik ben het niet eens waard om aan zijn schoenen te zitten. Zo groot is deze Messias. Ik ben het niet, maar hij is het wel. En een dag later lezen we dan de ontmoeting van Johannes en Jezus. En let maar op wat daar staat. Vers 29. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei, zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het, niet ik. Hij is het. Van wie ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is. Hè? Er komt iemand na jou die er al was voordat jij er was. Ja, dat kan alleen maar over God gezegd worden. Na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. Wat Johannes doet met deze als het ware introductie van Jezus Christus, Zoon van God, is te zeggen, hij is niet alleen de Zoon van God, hij is ook het Lam van God. Het paaslam. Het lam wat in het Oude Testament geslacht wordt. We gaan er straks ook over wat over lezen. Over wat er in het Oude Testament allemaal gebeurde. Wat heen zag naar deze Jezus. Waar Johannes hierover schrijft. En nog één ding wil ik over zeggen. Dat is wat Johannes eraan toevoegt. Hè? Hij zegt, dit is nou het lam. We hebben altijd die offers gehad en die lammeren geslacht. Nou, dit is nou het lam, het brandoffer, het slachtoffer van God. Jezus Christus. Maar wat hij erachter zet is, wat is nou het doel van dat lam? Dat het de zonde van de wereld wegneemt. En ik hoop dat die boodschap, wat vanavond als een rode draad door de liederen en door de Bijbelteksten heen zal zijn, ik hoop dat dat je hart gegrepen heeft. En dat je daarom zo hard zingt. En als dat nog niet zo is, dat dat vanavond gebeurt. Want niet alleen ik, maar alle vrijwilligers geloven
heilig. Niet in ons eigen kracht, in ons eigen kunnen, maar in de kracht van het woord van God en in de kracht van onze koning. En dat er vanavond iets gebeuren kan, iets gebeuren mag, niet vanwege het feit dat we het hier allemaal fantastisch voor elkaar hebben en mooie lichtjes en camera's allemaal. Dat is allemaal leuk. Maar het gaat erom dat God in ons midden is. En dat het woord open gaat en dat we hem zoeken in het gebed en hem de lof brengen door onze liederen. En om die reden hebben we veel verwachting en veel hoop vanavond. En ik stel voor dat we 2 liederen gaan zingen en daarna gaan we bidden. En de eerste, of de liederen die we gaan zingen is Psalm 118, vers 13 en 14. En dan zingen we erachteraan, machtig God, sterke rots. Prijs de koning der Heer.
misschien met z'n allen te gaan staan? Vader, prijs de Zoon en prijs de Geest die in ons woont. Prijs de Koning der Heerlijkheid, ja, prijs hem tot in eeuwigheid. We hebben al heel veel gebeden, tenminste. Zingen is bidden, maar dat gaan we ook zonder muziek doen. En dat gaan we nu doen. Laten we ons hoofd buigen en dan laat ik een moment stil te vallen, dat we even echt tot rust kunnen komen. En dan zullen we bidden. Machtige God, sterke rots, Vader van alle eeuwen, Koning van het universum, grote verlosser, heerlijke heiland, liefdevolle, genadige, drie-enige God, we danken u. We danken u dat we met zoveel vanavond bij elkaar mogen komen en dat u daarbij wil zijn. Dat dat niet vanzelfsprekend is, willen we ook meteen aan het begin van dit gebed richting u uitspreken. Dat we beseffen dat alles genade is en dat als we het niet beseffen, dat we het tegen onszelf willen zeggen en u erom willen bidden. Heere, help ons te beseffen en te geloven dat alles in het leven genade is. Iets wat we krijgen uit uw hand, wat we niet verdiend hebben, maar we toch krijgen omdat u zo goed bent. En omdat u zo goed bent, daarom zijn we hier vanavond bij elkaar. Heere God, het is voor u en om u en tot u alles wat we doen. En Heere, dan bidden we om die vergeving die we zo hard nodig hebben iedere dag. En ook vanavond als er in ons spreken of in ons zingen of in ons met de techniek bezig zijn of in ons muziek maken er dingen zijn die niet zuiver zijn. Waarin er misschien dubbele motieven zijn of wat ook. Heere, u kent ons hart, wat zo gemakkelijk afdwaalt. Maar we willen het richting u uitspreken dat ons diepste verlangen is om dienstbaar te zijn voor u. Om in ons zingen van de liederen of in de dingen klaarmaken dat we kunnen zingen. Dat we, wat voor een rol we ook hebben vanavond, dat we een instrument in uw hand willen zijn. Om de lof te brengen tot u. Als een dankoffer, als een reukoffer, dat u aangenaam is. Want u bent het waard. Waardig is het lam dat zit op de troon. Heere God, we danken u voor alle goede gaven die u ons gegeven hebt. Vandaag en de afgelopen maand ook, als we elkaar niet zagen. Heer, wat is het heerlijk dat we weer met zo'n grote groep bij elkaar mogen zijn en dat alles weer klaar staat en het er is. Heer, we willen bidden voor diegenen die nog onderweg zijn of die hadden willen komen, maar niet konden komen. Ik hoorde net dat er iemand was die een lekke band had en graag had bij had willen zijn. Heer, we bidden voor hen. Wilt u met hen zijn? We weten niet hoe het nu met ze is of de oplossing al onderweg is. Maar Heer, wilt u ze, waar ze ook gestrand zijn, ook daar nabij zijn en dat ze, alhoewel misschien wat teleurgesteld natuurlijk, dat ze toch genade mogen ervaren in de
praktische dingen van het leven. Heer, wilt u ook daar zijn? We bidden u voor een zegen hier. We hebben het uitgesproken richting u dat alles genade is. En dat is ook uw aanwezigheid. Uw aanwezigheid, dat ook al is het waar, u hebt het zelf gezegd, dat als er maar 2 of 3 zelf samen zijn, dan bent u er al. Nou, dan bent u, als het om aantallen gaat, dan bent u er nu zeker. Maar Heer, we weten dat u niet in aantallen denkt. Maar dat u naar het hart kijkt, wat u is toegedaan. En wat verlangt om u te kennen. O Heere God, die harten zijn er vanavond, maar er moeten er nog veel meer bij. Wilt u met uw geest zo werken, krachtig en overtuigend van zonde en uw zoon Jezus in het middelpunt zetten, Heer Vader. Dat alles weg mag vallen en dat we zeggen, ik zag niemand anders dan het Lam van God. Dat is wat we verlangen voor deze avond. Heer, we willen bidden voor alle die hier zijn en die met een dubbel gevoel hier naartoe kwamen. Omdat je weet, als je bij de zinkering komt, dan gaat de Bijbel open en dan is het goed en dan is het fijn. En dan kunnen we heerlijk zingen. En tegelijkertijd, er is niet alles heerlijk en fijn de afgelopen week geweest of in ons leven. Dat er verdriet is of vragen of vertwijfeling. En dan is het soms moeilijk om de lofzang op de lippen te nemen terwijl ons hart huilt. Heer, wat is het ook dan weer een bemoediging dat we weten dat u alles weet. U kent ons bij onze naam. U weet precies waar we staan of waar we zitten. En wat zijn we u daar dankbaar voor. Dat we, alhoewel we al onze noden en al onze vragen en al onze teleurstelling, al onze zorgen en al onze pijn bij u mogen brengen, dat we u daarmee niks nieuws vertellen, dat u het al wist. Heren, wilt u erbij zijn? In alle vragen en zorgen. In het bijzonder bidden we voor Hugo en Wilmina en Priscilla, die zoveel zorg hebben om hun dochter en zusje Eva. Heren, we hebben al zo vaak u gevraagd om genezing. Zo vaak gevraagd of u erbij wil zijn. Zo vaak gevraagd of u uitkomst wil geven. Zo vaak u gevraagd of u ons wil helpen om te bidden. Want wat is het moeilijk als het uitzichtloos is om dan te bidden om genezing en tegelijkertijd ook te aanvaarden dat uw weg anders kan zijn. Heren, waar moeten we nou om bidden? Heren, we willen maar niet te veel zeggen. We willen alleen Eva bij wijze van spreken in onze handen nemen en voor uw genade troon neerleggen en u vragen, Heere God, ontferm u over haar. Ontferm u over het gezin. Heren, als het ziekenhuis is en de hoop is dat ze maandag weer terug mag komen. Heren, daar bidden we voor. Heel praktisch en concreet. Mag ze maandag weer terugkomen? Heren, we bidden voor de nood in de wereld. En wat is die groot? Maar we willen er 1 ding concreet uithalen. Wat ook de afgelopen tijd zo in het nieuws was. De Islamitische Staat die zoveel terreur en geweld in het bijzonder christenen vermoorden, de koppen afhakt. O Heere, de wereld schreeuwt. Schreeuwt in haar nood en in haar ellende, in haar zonde. Niemand hoeft ons nog meer te vertellen dat de mens zondig is en dat er kwaad zit in ieder mens. En ieder mens die het ontkent dat dat zo is, alsof de mens nog goed zou zijn, dan heeft hij niet het NOS-journaal gezien. O God, wat hebben we u nodig? De kranten en de journaal schreeuwen het uit. We hebben een redder nodig, we hebben een koning nodig, want we zijn hulpeloos. En hopeloos en wanhopig en we staan elkaar naar het leven. Heren, wilt u laten zien dat u de koning bent. Niet alleen van de kerk, maar dat u de koning bent van het hele universum. En we zien er wat dat betreft naar uit dat u spoedig terugkomt. Liever vandaag nog dan morgen. Dat u alle dingen nieuw zal maken. En dat er gerechtigheid zal zijn. Heren, maar voor die tijd dat u nog blijft, weten we dat het langmoedigheid is. Dat het geduld van u is. Ook voor een avond, als we hier samen zijn. Dat u nog niet terug bent gekomen. Dat er ook hier vanavond zijn die u nog niet kennen. Die niet voor u de knie hebben gebogen als koning Jezus. Dan is het een strijd ook vanavond. Een strijd op leven en dood. Ook al is er niemand met een mes op zak of een pistool in zijn hand. Maar dan is het een strijd om zielen, een strijd om harten. Heren, we smeken u, wees met uw geest tegenwoordig en werk overtuigend in harten die u nog niet erkennen als Heere en Heiland van hun leven.
Want we kunnen niet zonder u, ook al denken sommigen van wel, als je kijkt naar hoe ze leven. Heren, we bidden voor al diegenen die in die grote nood zitten, zoals de Islamitische Staat en ook andere landen, Noord-Korea, en we vergeten veel landen. Heren, we willen bidden voor hen die in die containers zitten. Die in die verziekende hitte niet weten waar ze het zoeken, hoe er geen daglicht zien. En dat alleen maar vanwege uw naam. Omdat ze het op de lippen hebben genomen. Zie het Lam van God. En dat kost ze hun leven. Zie mijn koning en mijn heren. Heren, en wij hier in zoveel vrijheid, wij vertikken het bij tijden om het te zien. O God, wat een aanklacht. Help ons om de schellen van de oogkleppen, dat is het goede woord, de oogkleppen van onze ogen af te werpen en te zien op het Lam van God, dat de zonde van de wereld weg wil nemen, ook die van ons. Heren, zo lopen we u aan en pleiten we op uw woord en pleiten we op uw karakter, op uw hart, om te werken in onze harten. En om met hen te zijn die u getuigen maar zo'n grote prijs moeten betalen. Geef ze volharding, geef ze moed en wees aanwezig in die duistere plaatsen. Heren, we danken u dat we de komende week ook een feestdag hebben en dat alhoewel u de koning van de koningen bent, dat we ook een koning hier in Nederland hebben. Heren, geef dat het een goede dag mag zijn, maandag, en dat het een goed feest mag zijn. We danken u voor onze regering, we danken u voor ons koningshuis en we bidden u tegelijkertijd voor hen. Geef hen de verlichting met uw geest. Heren, zo hebben we u nog veel meer te vragen, maar u kent ons hart en u weet hoe ons hart is. En daarom durven we in volle vrijmoedigheid veel dingen ook onbenoemd te laten. In de wetenschap dat u als vader uw kinderen graag hoort, maar dat we u niet alles hoeven te vertellen, want u weet alles al. Heren, we zien ernaar uit wat u gaat doen vanavond in onze harten. En we bidden het in Jezus' naam. Amen. Ik wil met jullie nummer 21 lezen. Daar gaat het over kijken. En in die paar versen is misschien wel het evangelie samengevat. En ik wil het jullie voorlezen en voorhouden. Nummer 21 vanaf vers 4 tot 9, 5 versen. Toen trokken zij van de berg Hor, dat is het volk Israël, in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken. Maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. En het volk spreekt tot God en tot Mozes. Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken? Om te sterven in deze woestijn? Hier is geen brood, er is ook geen water. En onze ziel heeft een afkeer van dat walgelijke brood. Ondankbaar. En dan staat er, toen zond de Heere gifslangen onder het volk. Die beten het volk en er stierf veel volk uit Israël. Ik heb vanmiddag even zitten kijken. Ik ga niet stoer lopen doen met mijn Hebreeuwse kennis, want die is niet zo groot hoor. Maar voor zover ik het heb kunnen zien onder voorbehoud, ik kwam daar tegen dat woord zenden, ik dacht van, hè, wat doet God nou, zenden? Maar als je het Grieks of het Hebreeuwse woord opzoekt, dan is de eerste betekenis, hij laat gaan. Wat er dus eigenlijk in zit, God had al die tijd het volk bewaard van die giftige slangen. Maar nu ze vol verzet tegen deze God zijn, wat doet u ons nou, wat maakt u ons nou? We hebben geen water en we hebben geen brood. Ja, dat brood dat we krijgen, daar zitten we niet op te wachten, want het is iedere dag hetzelfde. We hoeven het niet meer. Zoek het maar uit met uw brood en met uw water. Wat een opstand. Wat een ongeloof. Wat een verzet. Wat een hart, wat bepaald niet de Heer is toegedaan. En dan laat de Heer zijn handen los. Gifslangen en er wordt veel van het volk uit Israël gedood daardoor. En het volk komt dan naar Mozes toe en ze zeggen, dat is mooi hè, dat is mooi. We hebben gezondigd. Ze belijden eerlijk datgene wat ze gedaan hebben. We hebben gezondigd, want, wat was dan dat ze fout hadden gedaan? Want wij hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Ja, niet zomaar gesproken, nee. Die boosheid, dat verzet, dat volle ongeloof. En dan vragen ze dan Mozes of hij tussen hen en God, ja, een soort advocaat wil zijn. Wilt u de Heere bidden dat hij de slangen van ons wegneemt? En dat gaat Mozes dan ook doen. Toen bad Mozes voor het volk.
En dan zien we wat voor een God we hebben. En de Heere zei tegen Mozes, maak u een gifslang en zet hem op een stok, op een staak. En het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op een staak. En het gebeurde als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek. Hoe simpel kan dat zijn? En in leven bleef. Ik vind het zo heerlijk. Nou, niet mooi hoe het begint. Dat ongeloof en dat koppige en dat nukkige van dat volk, dat is bepaald niet om na te volgen. Maar wat wel om na te volgen is, is dat eerlijk erkennen, tot inkeer komen, zeggen ja, we hebben gezondigd, bidden tot de Heere en dat de Heere een middel geeft tot verzoening, tot vrede met hem. En hij zegt, kijk naar de koperen slang. Zo heerlijk, ik hoop dat je de eenvoudigheid van het woord je niet zal irriteren, maar zal bemoedigen om 1, zelf te kijken. Kom uit je tent en ga kijken. En als je dat gedaan hebt, dan weet je wat een genezende en verlossende kracht er zit om naar hem te kijken. En dan ga je het ook iedereen om je heen vertellen. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. We gaan weer zingen. En dat doen we met 2 liederen. Er is een verlosser en wilt gij van zonde en schuld zijn verlost. Maar voordat we dat doen, dan doet de muziekgroep eventjes een beetje een lange intro. Gaan wij even staan en even, nou ja, huggen als je hem kent en nou, knuffelen misschien ook niet als je hem niet kent. Zie maar wat je doet. Maar in al het vrolijke misschien ook een persoonlijke vraag en een moeilijke vraag. En de Biemengroep, ik weet niet of jullie hem hadden. Zet hem maar eventjes op de... Ja, precies. Dan help ik jullie even. Jezus, het Lam van God. Dat je dat eerst als een belijdenis naar elkaar uitspreekt. Ik hoop dat je dat kunt en dat je dat durft. En dat je dat dan aan elkaar vraagt, is die dat nou ook voor jou? En ik hoop dat je dan mensen ontmoet die van dezelfde gezindheid in het hart zijn als jij. Maar misschien is het wel zo dat je iemand naast je ontmoet en dat hij heel eerlijk antwoordt van, nee, dat is niet zo. Nou, dan heb je straks in de pauze samen even koffie drinken en dan ga je daar eens over doorpraten. Want dat is het mooie van een huiskamer. Dus kom staan, doe lekker groeten en stel elkaar die vraag. Er is een verlosser, Jezus, Zoon van God, kostbaar Lam van God, Messias, Heilige God is hij. Jezus, mijn verlosser, niemand is aan u gelijk. Kostbare Lam van God, Messias, maakt van zonde vrij. Dank u, o mijn Vader, u gaf uw eigen Zoon, uw Geest als hulp voor ons, totdat het werk op aarde is gedaan. Dan zal ik mijn koning dienen.
Dank u, o mijn Vader, u gaf uw eigen Zoon. Uw Geest als hulp voor ons, totdat het werk op aarde is gedaan. Uw Geest als hulp voor ons, totdat het werk op aarde is gedaan. Heerlijk. We hebben net gedeelte gelezen over de koperen slang. Alleen maar het kijken geeft genezing. In het gesprek met Nicodemus, heel bekende geschiedenis natuurlijk, heel bekend gesprek, in Johannes 3, daar spreekt de Heer Jezus ook over die koperen slang waar we het net over hadden. En het kijken naar hem. Ik lees van 11 tot en met vers 18. Dus een stukje uit het gesprek. En dan begint Jezus met twee keer te zeggen amen, amen, waarmee hij bedoelt te zeggen, trouwens volgens mij hebben we dat de vorige keer nog over gehad, hè, dat dat heel belangrijk is. Nou, amen, amen, voordat Jezus begint te zeggen, is al duidelijk, het is waar en zeker wat hij zegt. En dan komt het, dan mogen we luisteren, wat zegt Jezus? Wij, zegt Jezus, spreken over wat wij weten en wij getuigen wat wij gezien hebben en toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik je aardse dingen zou zeggen, en dat geloof je niet, hoe zult u dan geloven als ik u hemelse dingen zou zeggen? Dat is naar aanleiding een vraag van Nicodemus, hoe zit het nou precies met die wedergeboorte? Hoe kan dat nou allemaal dan gebeuren? En, nou, Jezus zegt, als je de eenvoudige dingen niet begrijpt, hoe zou je dan de diepe geheimen van God kunnen begrijpen? Als je al zoveel moeite hebt met gewoon geloven. Vers 13, en niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon van de mensen die in de hemel is. En dan komt hij, wat we net ook gelezen hebben, en nu als het ware de preek van de Heer Jezus over nummer 21. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon van de mensen verhoogd worden, op een stok gezet worden.
Waarom? Waarom is dat nodig? Opdat ieder die in hem gelooft. Dat is de voorwaarde. Helaas is er een voorwaarde, maar misschien ook niet, want het is een heel eenvoudige voorwaarde. De voorwaarde is in hem geloven. Ieder die in hem gelooft, die gaat niet verloren en er is eeuwig leven. Dus als je zegt van hoe kom ik aan het eeuwige leven, hoe kom ik aan vrede met God, dan is er één voorwaarde. En ieder die gelooft, hem gelooft. Naar hem kijkt. En dan komt het meest mooie vers misschien wel uit de Bijbel. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon als een lam gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, naar hem kijkt. Hoe moeilijk kan het zijn? Naar hem kijkt. Niet meer op jezelf kijkt, maar op hem kijkt. Dan ga je niet verloren. Maar dan kijk je zalig. Dan kijk je jezelf de hemel in. Dat kan dus. En Jezus legt je uit hoe. En hij wil dat je kijkt. Omdat hij je behoud op het oog heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden. Welk doel heeft hij het nou niet gedaan? Opdat hij de wereld zou veroordelen. Zou heel terecht zijn trouwens. Zou heel terecht zijn. Maar daarom heeft hij het niet gedaan. Dat lam van God is gekomen naar de wereld. Opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dat is de bedoeling. Ook voor jou natuurlijk. En dan het laatste vers wat we lezen. Wie in hem gelooft, wie naar het lam van God kijkt en zich kijkend zalig kijkt, gered wordt door eenvoudig af te zien van jezelf, op te zien op alles wat van hem is, dan word je dus niet veroordeeld. Je zou veroordeeld moeten worden vanwege al die slechtheid die er diep van binnen in je zit. En dat weet je zelf beter dan ik het over jou kan zeggen, want ik heb genoeg aan mezelf. Maar je weet het wel. Als je even stil wordt en even afvraagt hoeveel ongerechtigheid, ellende, zonde, corruptie er in je eigen hart is. Maar dat hoeft geen belemmering te zijn om met Jezus samen te zijn en om voor eeuwig met hem te leven. Eén voorwaarde, je moet je zalig kijken. Kijk je dan ook zalig? Wie in hem gelooft, die wordt niet veroordeeld. Dat is het goede nieuws. Maar wie niet gelooft, die is al veroordeeld. Dus beeld je niks in. Ene kant, iedereen kan zalig worden. Ga niet zeggen dat het niet zo is, want Jezus zegt van wel. En tegelijkertijd, niet iedereen wordt zomaar zalig. Geloof. En het laatste. Denk niet dat als je nog niet gelooft, dat je dan in een soort van tussenfase zit. Want Jezus zegt, je bent al veroordeeld. De strop van de veroordeling hangt om je nek, maar ik kom hem graag bij je afhalen. Kijk naar mij. We gaan twee liederen zingen en daarna gaat Christian verder zingen in zijn eentje. En de twee liederen die we samen gaan zingen is Welk een vriend is onze Jezus en Waardig is het Lam. En daarna neemt Christian het over en gaan we het meemaken. Zelf een voorrecht als
Goedenavond allemaal, ik wil een lied voor jullie zingen. Het is voor mij al een oude lied. Het is een van de eerste lieden die ik heb geschreven. Het gaat erover dat God een leegte vulde in mijn hart. Die leegte die kwam er steeds meer. En ik denk dat de Heilige Geest het zo heeft bewerkt dat ik die leegte steeds meer ging ervaren. En dat ik erachter kwam dat ik God nodig had. Toen heb ik dit lied geschreven, Wonderlijke God. Het altijd waard te ontvangen alle eer. Ja, u kent mijn hart zo goed. Ik verlang nu echt niet meer naar alle schatten die ik vind op aard. En in al die jaren dat ik zocht naar de vrede in mijn hart, vond ik buiten u geen rust. Er was niets dat echt genas van alle leegte die ik voelde keer op keer.
Heer, vul mij meer en meer. O wonderlijke God, U was het die de leegte vulde. U kwam mij tegemoet, waar ik niets had verdiend. Het offer van uw Zoon was meer volmaakt dan ik besefte. Ik ben zo dankbaar, Heer. Het wast mijn leven schoon. Ja, in al die jaren dat ik zocht naar de vrede in mijn hart, vond ik buiten u geen rust. Er was niets dat echt genas van alle leegte die ik voelde keer op keer. Je vult mij meer en meer. O wonderlijke God, U was het die de leegte vulde. U kwam mij tegemoet, waar ik niets had verdiend. Het offer van uw Zoon was meer volmaakt dan ik besefte. Ik ben zo dankbaar, Heer. Het was mijn leven schoon. O ja, het was mijn leven schoon. O wonderlijke God, U was het die de leegte vulde. U kwam mij tegemoet, waar ik niets had verdiend. En het offer van uw Zoon was meer volmaakt dan ik besefte. Ik ben zo dankbaar, Heer. Het was mijn leven schoon. Ja, het offer van uw Zoon was meer volmaakt dan ik besefte. Ik ben zo dankbaar, Heer. Het was mijn leven schoon. O ja, het was mijn leven schoon. O ja, het was mijn leven schoon. Als je God leert kennen, dan gaan je steeds meer dingen opvallen van hem. Dan maakt hij zich ook steeds meer bekend. En onder andere in de natuur. En ik heb een lied geschreven en het gaat over dat God eigenlijk zichtbaar is in alle dingen van de natuur. En je kent het misschien wel, zeker nu het voorjaar of de lente is begonnen. Naar aanleiding daarvan heb ik het lied ook geschreven. Het is zo mooi om te zien dat God de natuur geeft. En het is niet alleen dat we het zien, maar we kunnen het ook ruiken. Zeker hier op de Veluwe met die bossen. Geweldig om dat God zoveel heeft gegeven in de natuur. En ik denk dat je daar ook heel veel van kan leren wie God is. En ik heb dit lied geschreven. Het is echt helemaal nieuw. Ik zing het vandaag voor het eerst. Dus vergeef me als het niet helemaal goed gaat. Maar jullie hebben de primeur vanavond. En het lied heet Dit is wie u bent. Dingen die in de natuur zien, die we zien, die laten zien wie God is. Dit is wie u bent. Zoals de wind die zo krachtig om mij heen slaat, met snelheid door de bomen jaagt. Zoals een golf die vanuit de zee omhoog komt en buldert als zij overslaat. Zo is ook uw grenzeloze kracht. Heel de schepping laat iets zien van wie u bent.
zoals de zon. Die oogverblindend sterk is en haar warmte elke dag verspreidt. Zoals een berg die niet wankelt tijdens stormen, maar dwars door alles staande blijft. Zo bent u betrouwbaar voor altijd. Heel uw schepping laat iets zien van wie u bent. Zoals de zee, waarvan mijn oog het einde niet kan zien. Ja, uitgestrekt en eindeloos, dit is wie u bent. Zoals de lucht, die in de avond zoveel kleur laat zien. Een indrukwekkend schilderij, ja, dit is wie u bent voor mij. Zoals een bloem die zo opvalt in het weiland, door alles wat haar schoonheid maakt. Zoals de geur op een frisse zomermorgen van de planten die u heeft gemaakt. Ja, zo komt ook uw liefde naar ons toe. Want heel de schepping laat iets zien van wie u bent. Zoals een leeuw die als een heerser door de velden loopt. Koninklijk en met gezag, ja, dit is wie u bent. Zoals een arend die onafhankelijk van iedereen uitstijgt boven elke top. Dit is wie u bent, o God. Ja, dit is wie u bent, o God. Dit is wie u bent, want u bent zoals uw zoon. Die ondanks dat hij werd bespot, de mens niet overliet aan zijn lot. Dit is wie u bent, o God. Onze gereformeerde gezindte niet gewend om te applaudisseren binnen de kerk of... Prijs de Heer. Maar volgens mij, en in Amerika gebeurt dat meer, is dat applaus, daar wordt dan van gezegd. Ik ga geen uitgebreid betoogje over voeren, maar ik wil wel eens een keer iets over dat applaus zeggen. Dat applaus ook heel mooi kan zijn. Eén, met mijn applaus wil ik van harte amen zeggen. En dat laat ik midden door mijn geklap. Dat ik dit mooi vond en dat het me geraakt heeft, dat ik het waardeer. En dat je daarmee niet Chris of wie dan ook wil verhogen van... nou, dat zijn onze helden, onze geloofshelden. Dat mag je best vinden, maar dat is niet wat je met het applaus wil zeggen. Je wil met het applaus zeggen, dank je wel dat je je gaven in hebt gezet voor het Koninkrijk van God. En dan verdienen er veel meer mensen applaus dan zij alleen. Maar dat mag best eens een keertje gedaan worden, vind ik. En aan jullie geklapt te horen, vonden jullie dat ook. Dus daar ben ik blij om. Ja. Oh, ik zet de hele gif vanmiddag gezind op zijn kop zo. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Maar ik bedoel het allemaal heel lief. Dus als iemand aanstoot eraan heeft genomen, het spijt me. Maar ik hoop dat je het hart erachter ziet. We gaan nu ook iets heel leuks doen. En dat is de volgende avond of de volgende maand hopen we weer een zinkring te hebben. En ja, ik hoop dat jullie daar ook zin in hebben. Help dan om de avonden niet alleen hier, maar op alle andere locaties mogelijk te maken. En het probleem is, de vorige keer heeft Evert zo'n goed collectepraatje gehouden, dat ze hem zelfs herkennen als de collecteman. Dus misschien ja, moeten we toch na de vakantie maar eens denken dat we hem de vaste collecteman gaan maken. Want hij weet veel beter. Kijk, als ik met jullie praat,
dan stoppen jullie er een euro in, of misschien 2 euro. Maar als hij begint te praten, dan stoppen jullie er 5 euro in of een tientje. Of zitten jullie te denken van, waar zijn die machtigingsbonnen? Waar zijn die machtigingsbonnen? Ik wil 50 euro kwijt, ik wil 50 euro kwijt. En ja, die kwaliteit heb ik niet. Of misschien toch wel. Dus bewijs het tegendeel, alsjeblieft. Goed, de collecte is zo en wij gaan ondertussen 2 prachtige liederen zingen. Uw liefde laat nooit los. Een prachtig lied over Gods trouw en Psalm 98, vers 1 en 2. Maar ja, dat kan ook, want ik sta aan deze kant natuurlijk. Jullie kunnen het zien, maar ze staan niet te koop, maar ze staan wel verkeerd. Dus, nou ja, zet ze even aan de kant. Zou ik zeggen, aan de? Oh, deze auto's moeten we even aan de overkant van de straat zetten. Dus. En wij gaan ondertussen wel gewoon door, als je het goed vindt. Thank you.
dat is leuk. Je hebt die zelf niet door, denk ik. Maar dat geeft niet. Als we nog een keer iemand hier tekort hebben, dan weten we waar we wezen moeten. Daar ergens. Ik wil met jullie nog één vers lezen uit Exodus 12. In Exodus 12, daar geeft de Heere God een boodschap aan Aaron en Mozes om het Pascha in te stellen. Er zijn al die plagen geweest, jullie kennen dat, of jullie weten ervan. En vervolgens moesten al die Hebreeuwse huisgezinnetjes moesten een lammetje in huis nemen een paar dagen. En je ziet dat natuurlijk voor je, dan, ja, dat is natuurlijk hartstikke schattig. Dus dat loopt dan zo de hele tijd door. Ja, nou, dat ging zo, dat geloof ik zeker. En je ziet die kinderen ermee spelen. Maar na 4 dagen, als ik het goed gelezen heb, na 4 dagen moest het geslacht worden van de Heere God. En dat is natuurlijk wel heel, zelfs ik heb niet superveel met dieren of zo. Maar als ik dan zo'n klein lammetje zie, en het is schattig, en je zou dat 4 dagen in huis hebben. Dat is heel apart, maar ik geloof wel zeker, had ik niet moeten zeggen. Maar, ik probeer het serieus te brengen weer. Mijn fout. Als je zo'n lammetje 4 dagen in huis hebt, dan word je er wel natuurlijk aan gehecht. Ik bedoel, het ziet er schattig uit en het loopt daar. En dan wordt het gedood. Maar wat is het doel van dat alles? Waarom stelt God dat helemaal in? Waarom moet het zo gebeuren? En ook de hele maaltijd wat gegeten moest worden. Uiteindelijk geeft hij de instructies van dat bloed van dat lammetje. En dat is een geweldige les natuurlijk ook voor die kinderen geweest. Want die waren eraan gehecht. En dan moet dat leuke, lieve beestje dood. Dat is natuurlijk hartstikke verdrietig. Maar er zit een geweldige les in. Ze moesten dat bloed nemen van dat lam en dat aan de deurposten strijken. En wat zegt God dan over dat alles? Dat is eigenlijk de samenvatting van dat alles. Vers 13. En het bloed aan de deurposten zal u een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En zal er geen plaag onder u zijn die u verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Christian gaat zo meteen een lied zingen en daarna doe ik even wat mededeling over die pauze. Maar ik hoop dat je dit tekstgedeelte in combinatie met wat Christian nu gaat zingen, dat je als het ware vanuit, denkend aan dat lammetje wat geslacht wordt, het bloed wat aan de deurposten gedaan wordt, en God die zegt, ik ga dan als ik het bloed zie, dan ga ik aan voorbij, dat je snapt waarom het lied wat Christian nu gaat zingen, waarom dat erbij hoort. Kan uit zichzelf rein voor u staan. De zonden van mijn hart klagen mij steeds aan. Is er iemand die mij bevrijdt van mijn ongerechtigheid? Of moet ik in zonde leven voor altijd? Maar hoor, daar klinkt een stem, het is volbracht. Jezus droeg de schuld, het was door de donkere nacht. En wat mij bezighoudt, ja, die schuld die mij benauwt, droeg u voor mij, omdat u van mij houdt. O Vader, dank u wel, dat u uw Zoon gezonden heeft. En Jezus, dank u wel, dat u nieuw leven aan mij geeft. Het oude leg ik neer en het nieuwe neem ik aan. Alleen op grond van wat u heeft gedaan. Mijn leven leg ik voor uw voeten neer. Ja, ga u weg met mij en doe mij groeien, Heer. Bewaar mijn leven goed, want als ik u ontmoet, ben ik schoon gewassen, gereinigd door uw bloed. O Vader, dank u wel dat u uw Zoon gezonden heeft. Jezus, dank u wel.
dat u nieuw leven aan mij geeft. Het oude leg ik neer en het nieuwe neem ik aan. Alleen op grond van wat u heeft gedaan. Dank u wel dat u uw zoon gezonden heeft. En Jezus, dank u wel dat u nieuw leven aan mij geeft. Het oude leg ik neer en het nieuwe neem ik aan. Alleen op grond van wat u heeft gedaan. Ja, alleen op grond van wat u heeft gedaan. Gedaan. Dankjewel. Dankjewel, Chris. Prachtig, prachtig lied. We gaan nog twee liederen zingen. Dan gaan we even pauze houden, denk maar. Het is warm en er staat drinken klaar. Ik heb nog een paar andere mededelingen. Oh, trouwens, ja, net wees iemand erop. Met mijn afbeeldingen van zo was misschien iets, ging mijn enthousiasme misschien iets te ver te lopen. Want als we de Bijbel lezen, en we zijn hier bij jij daarvan het Bijbel lezen, zelfs op het podium moet ik me eraan geloven. Een lam zonder enig gebrek hebbende, een mannetje moet het zijn van een jaar oud. Nou Marcel, dan is het niet zo'n beestje. Dus ik heb even bij deze mezelf gecorrigeerd. En dat moeten jullie dus ook doen. Altijd jezelf laten corrigeren door het woord. En dank voor de zuster die me net daar heel liefdevol op wees. Dat vond ik prachtig. Zo hoort dat in een huisgezin van God. We gaan even pauzeren zo meteen na twee liederen. Drinken kun je vinden aan die kant en aan die kant. De dames-wc zit daar. En voor het afwateren van de mannen kun je daar wezen. Boekentafel staat hier achter het podium, achter die muur dan. CD's van Christian, de vorige keer was hij heel verdrietig, want er waren alle CD's opeens verdwenen. Hij denkt, waar zijn ze nou gebleven? Dus, maar dat betekent natuurlijk dat er een paar van jullie ook verdrietig waren. Want jullie dachten, hé, ja, waar zijn die CD's inderdaad gebleven? Ik wilde er eentje meenemen. Nou, wees gelukkig, ze liggen er weer, dus je kunt ze meenemen. Oh ja, en nog één dingetje. En dan is misschien wel leuk, we gaan... liederen zingen en lekker even uitwaaien buiten. Maar misschien is het wel leuk als je zo meteen buiten komt, dat je dan even je telefoon erbij pakt. En dan even naar de Facebookpagina gaat van Stichting Jijda en even op like klikt. En wat dan ook leuk is, dat je dan even deelt wat we nu gaan doen. Dat we even het zaallicht aandoen en dat we even een fotootje maken van degene die naast je staat of zoiets dergelijks. Hier heb je geen bereik, maar dat doe je dan straks daarna. Dus mensen van het licht, ja, kijk, laat het licht zijn. Even staan, even een fotootje maken en dan gaan we over 2 minuten zingen en pauze houden. Chris, ik wil met jou. Nou, laten we lekker gaan zingen. Jezus alleen.
als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een lam, sta ik verbaasd dat hij mijn schuld wou En tegelijk, het is ook een beetje verdrietig. Het is me niet gelukt om over Evert heen te komen. Dus Evert, ja, ik denk dat jij het toch beter moet doen. Want ik krijg het toch niet voor elkaar. Het is denk ik op €3 blijven steken, zeg maar. Ze hebben meer gegeven, maar toch ook weer niet. Maar desondanks, want dat was een beetje teneur. Maar we zijn wel heel blij hoor. Ik ook. €1,162,95. Super. Nou, gauw als een malle wegwezen hier zo, want het is ontzettend heet. En loop naar buiten en deel je foto en like die Facebookpagina. Hoi!